Beste broeders en zusters in de Heer, welkom op deze donderdag van de tweede week van Pasen. En wij zullen de gedurende pastijd handelingen van de apostelen lezen en mediteren. Neem maar tijd om even de lezingen van elke dag dieper in, te lezen. Door een diepgang manier en ook een boodschap voor uzelf te nemen. Dat is Lectio Divina. En met het evangelie over de verrijzenis van de Heer, zullen wij ook deze missionair even vragen voor een nieuwe tijd. Voor ons persoonlijk, maar ook voor onze kerk. Pasen is altijd een tijd om te pompen bij de genade van God, bij de Heilige Geest, met de Heilige Geest, om opnieuw onze missies verder te zetten met een vernieuwde ijver, een vernieuwd kracht om de blijde boodschap van de Heer te verkondigen. Met woorden of zonder woorden. Met ons leven, met onze daden, met onze keuzen. En ik nodig u uit om in deze tijd de Heilige Geest te smeken. Al, zelfs als wij nog niet de grote novena tot de Heilige Geest hebben begonnen, maar nu al de Heilige Geest te smeken en deze genade van God te vragen om met een nieuw even, met een nieuw kracht, zijn missie hier op aarde verder te zetten. Uit de handelingen van de apostelen. In die dagen namen de dienaren van de bevelhebber de apostelen mee en brachten hen voor het Sanhedrin. De hoge priester begon hen te ondervragen. Hebben wij u niet uitdrukkelijk verboden in die naam onderricht te geven? Door uw toedoen is heel Jeruzalem vol van uw leer. Bovendien wilt hij ons het bloed van die man aanrekenen. Maar Petrus en de andere apostelen hebben ten antwoord: men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. De God van onze vaderen heeft Jezus ten leven gewekt, aan wie hij u vergrepen hebt, door hem aan het kruis te slaan. Hem heeft God als leidsman en verlosser verheven, om aan zijn rechterhand, om aan Israël bekering en kwijtschelding van zonden te schenken. Van dit alles zijn wij getuigen, maar ook de Heilige Geest, die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen. Toen zij dit hoorden, ontstaken zij in woede en besloten hen te doden. Woord van de Heer, wij danken God. Het is nog de hoofdstuk 5, dus versen verder dan van gisteren. Maar in beschrijving over de houding van de hoge priesters, de Sadduceeën, de Fariseeën. Zij hebben een bevel gegeven om niet te onderrichten door de naam van de Heer Jezus Christus. Maar Petrus en de andere apostelen bleven in de tempel aan het onderrichten. Aan het verkondigen en aankondigen dat de Heer Jezus Christus voor ons is gestorven. En dat maakte dat de bevelhebber en de hoge priesters in woede brandden. En zij besloten ook hen te doden. Dus de vervolging van de christenen begint nu. En zij zullen de christenen, de eerste christenen, vervolgen tot de dood toe.
Maar ook de dood van de apostelen en van de christenen, van de martelaren, zou een getuigenis zijn, een groot getuigenis zijn voor de natie, voor het volk van Israël en de andere naties en de andere, van andere plaatsen en landen. Bloed van martelaren, zaden van nieuwe christenen. Bloed van martelaren is zaad van nieuwe christenen. En wij zijn geboren omdat zij hebben hun leven gegeven tot getuigenis in de Heer Jezus Christus. En wij moeten ook dat vragen voor ons als christenen. Deze zelf eeuwig moed en kracht om tot het einde toe te blijven onze geloof beledenen. En zelf als wij niet zullen sterven omwille van de naam van de Heer Jezus Christus, vragen wij dat wij het geloof tot het einde toe, tot het einde van ons leven, kan bewaren en dat zelf ons dood in getuigenis kan geven van wat wij hebben beleefd met onze Heer Jezus Christus. Psalm 34. De Heer zou ik prijzen iedere dag. Zijn lof ligt mij steeds op de lippen. Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is. Gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij hem. Van boosdoeners keert hij zijn aangezicht af. Zij worden op aarde vergeten. Naar vromen die roepen, luistert de Heer en redt hen uit iedere nood. De Heer is nabij voor almoedige harten. Hij helpt wie zijn schuld erkent. Wie rampen zullen de vromen bedreigen. Uit elk daarvan redt hem de Heer. Uit het hele evangelie volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot Nicodemus: wie van boven komt, staat boven allen. Wie van de aarde is, behoort tot de aarde en spreekt de taal van de aarde. Wie uit de hemel komt, staat boven allen. Hij legt getuigenis af van wat hij zag en hoorde. Maar toch aanvaardt niemand zijn getuigenis. Wie zijn getuigenis wel aanvaardt, bezegelt daarmee dat God waarachtig is. Want hij die door God gezonden is, spreekt Gods eigen woorden. Zo mateloos schenkt God zijn geest. De Vader heeft de Zoon lief en heeft hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwig leven. Wie weigert in de Zoon te geloven, zal het leven niet zien. Integendeel, de toorn Gods blijft op hem. Woord van de Heer, wij danken God. Het is de hele week met Nicodemus en een les voor hem. Heel kostbare woorden voor Nicodemus. Nicodemus was op zoek naar de waarheid. In persoonlijke les had de Heer Jezus Christus deze mooie woorden ook tot hem spreken. Wie van boven komt, staat boven allen. Wie van de aarde is, behoort tot de aarde en spreekt de taal van de aarde. Jezus Christus heeft voor Nicodemus gezegd, je moet opnieuw geboren worden. Maar door het water en de geest. Door een geestelijke manier. En nu spreekt hij, wie van boven komt, staat boven allen. Nicodemus moet dat begrijpen. Dat de Heer Jezus Christus boven allen is.
Hij komt van boven, niet van de aarde. En hij spreekt niet de taal van de aarde. En ook, hij legt getuigenis af van wat hij zag en hoorde. Maar toch aanvaardt niemand zijn getuigenis. Wie zijn getuigenis wel aanvaardt, bezegelt daarmee dat God waarachtig is. Nicodemus is die persoon die aanvaardt de getuigenis van de Heer Jezus Christus. Hij gaat discipel worden van de Heer Jezus Christus. En met zijn geloof gaat hij bevestigen dat God waarachtig is. Waarachtig is. Het is een weg dat Nicodemus behandelt. Van een vroom Jood naar een discipel van de Heer Jezus Christus. Met een ware geloof dat de Heer Jezus Christus de Messias is. De Zoon van God is. En zelf met zijn kennis van traditie, van het Oude Testament, van gewoonten, van zijn volk, gaat hij discipel worden van de Heer Jezus Christus. Maar hij moet opnieuw geboren worden door water en geest. En ook voor ons als christenen zijn wij geroepen om opnieuw geboren te worden door het water, door de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu in het uur van onze dood. Amen.